Yo gasten, Darf hier met vandaag een nieuwe video op het kanaal van Visionator NL. Heb je wel eens een finale gezien tussen twee MLG Pro teams in een potje Call of Duty en jezelf de vraag gesteld: hoe heet ze nu in vredesnaam al die vijanden te vinden zonder dat ze een UAV hebben? Nou, ik heb het antwoord op die vraag en ik wil het in deze video ook precies gaan hebben over dat antwoord. Namelijk callouts. Wat zijn callouts nu precies? Nou, heel simpel eigenlijk. Een callout is wanneer een van jouw teammates zegt waar een tegenstander zit. Of dat hij een tegenstander ziet. Dat kan zijn wanneer hij een tegenstander op zijn scherm ziet lopen. Of wanneer hij de killcam ziet en dus weet waar een tegenstander is. En daarbij wordt natuurlijk ook echt gezegd precies waar die in de map is. Op die manier kun je dus zonder een UAV te hebben ongeveer weten waar tegenstanders zitten. En dat is dus ook zeker iets wat je bij MLG teams zoals Varico Gaming, Optic Nation, FaZe en Envy ziet. En dat zijn maar om een aantal namen te noemen, er zijn natuurlijk veel meer MLG teams. Er zijn zelfs ook gewoon normale teams die bijvoorbeeld gewoon public match spelen, maar in ieder geval waar mensen in teamverband spelen, kun je vaak gewoon callouts terug horen. En het is ook gewoon wel, het is iets waar je bij teamverband voor nodig hebt om het een beetje goed te laten werken. Maar het helpt wel echt ontzettend in je spel, dat kan ik sowieso al zeggen. Het waar in de callout wordt vertaald door het noemen van een landmarker. En een landmarker kan iets zijn zoals statue, B-domination, tank, blue. Eigenlijk alles wat je maar waar kan verzinnen aan iets wat herkenbaar is in de map. En natuurlijk, zoals ik ook al zei, worden er ook gewoon objective markers gebruikt. Zoals bijvoorbeeld B-domination of de B-vlag of B-bombsite. Of ligt het maar net aan wat voor game mode je vooral speelt en met welke game mode je bekend bent. En nou ja, een callout bestaat dan dus inderdaad uit, oké, tegenstander bij B-domination, tegenstander bij left tank. Het kan eigenlijk van alles zijn. Je kan ze ook zelf inderdaad de naam bedenken. Zolang jouw team inderdaad maar bekend is met diezelfde term en dus weet waar je het over hebt. Daar gaat het vooral om bij callouts. Natuurlijk zijn callouts ook, gelukkig zijn callouts vaak ook universeel. Dus gewoon bekend onder de verschillende teams. Verschillende teams die gewoon dezelfde callouts gebruiken. Daar kunnen wij als normale Call of Duty spelers best wel van profiteren. Omdat je ze door YouTube video's ook gewoon kan leren. Ik weet dat er tijdens Black Ops 2 heel erg veel map breakdown video's zijn gemaakt, maar dat je ook de callouts kon leren door streams te kijken van bepaalde wedstrijden tussen pro teams. En daar dus gewoon de callouts door te leren, omdat daar werden ze of behandeld of je hoorde ze daar voorbij komen en je zag ze in actie. En daardoor kon je ze dus leren. Ik weet niet of dat nog steeds zo is met Advanced Warfare of die video's nog worden gemaakt, omdat ik niet meer zo in die scene, in die community thuis ben. Niet echt meer die video's kijk. Maar ik weet wel dat ze van Black Ops 2 er sowieso zijn. En de pro-wedstrijden worden sowieso ook nog in Advanced Warfare gespeeld. Dus in dat opzicht kun je ze ook nog wel in actie zien. Ik persoonlijk heb tijdens Call of Duty Ghost heel wat map breakdown video's gemaakt, waarin ik ook alle callouts noemde. Daarnaast noemde ik ook alle in-game callouts die ik kende. En dat is iets waar ik nu naar wil overschakelen. Is dat een van de innovaties in Call of Duty Ghost, en dat hoor je heel goed, innovaties in Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost heeft ook nieuwe dingen in de franchise gebracht. Een van die innovaties is dus in-game callouts. En ook dit is heel simpel. In de systeem van de game, zitten ook callouts. En deze werken als volgt: als een teamgenoot van jou een vijand bij een landmarker in zijn scherm registreert, dan noemt die character, die soldier, noemt via de battle chatter een callout. Dat kan dan iets klinken als contact near the guard tower of enemy on that ridge, tango's near the sky bridge, of een hele bekende contact in the open. En het leuke aan deze in-game callouts is dat ook teammates zonder headset, dus die geen microfoon hebben, die geven ze ook. Omdat wij niet degene zijn die call-out geven, maar in principe doet het hele systeem, de computer doet dat gewoon, die noemt ze op. Het is ook battle chatter die je hoort, call-outs zijn door acteurs ook echt ingesproken. En daarom, dat vind ik ook gewoon heel vet, omdat het gewoon ook een stukje immersion is in de game. En ja, ik heb er persoonlijk super veel gebruik van gemaakt tijdens Call of Duty Ghost. Het is eigenlijk gewoon inderdaad een stukje UAV. Wat je hebt, je weet waar een tegenstander
ongeveer zit in een bepaald gebied van de map. Je weet niet precies waar, niet precies het exacte stukje zoals een V-set of een Blackbird dat laat zien. Maar je weet wel dat een tegenstander ergens in de buurt zit. En dat maakt al zoveel verschil, omdat je dan al veel meer weet waar je vanaf waar je op moet gaan letten als je gebied binnenloopt. Gelukkig is er ook een manier om dit te counteren, om die in-game callouts te counteren. En dat was, en dat is nog altijd in Call of Duty Ghosts door middel van de Incognito perk, of Incognito, net hoe je het wil uitspreken in Nederlands of Engels. En die maakt je immuun voor die callouts. Dat betekent dus dat die callouts gewoon niet kunnen worden gegeven als jij wordt gezien. Dus een stukje stealth is dat eigenlijk gewoon. In Advanced Warfare heb je er ook een perk voor. Uit mijn hoofd is het Cold-Blooded, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben niet meer zo thuis in Advanced Warfare. Mijn excuses daarvoor. Maar er is in Advanced Warfare ook een perk voor. Dus dat moet je gewoon maar bij de beschrijving van de perk bekijken. Natuurlijk kunnen callouts in teamverband kunnen niet worden gecounterd door een in-game iets. Omdat dit wordt gewoon gedaan door mensen en dat kan niet worden gecounterd. En daarom is iets als callouts geven, dus gewoon echt de callouts door mensen zelf, is iets wat mensen onderscheidt van qua skillniveau. Op zich, daarom is in teamverband spelen ook veel, veel handiger, omdat je daarin ook in teamverband kun je juist callouts gaan geven, kun je elkaar callouts geven en kun je elkaar omhoog trekken, je een soort intel van waar een tegenstander zit. Als je met random speelt, heb je dat niet. Is er sowieso al geen contact onderling. En daarom, dat is ook dus inderdaad dat je merkt, door teamverband speel je vaak ook gewoon beter, speel je makkelijker, haal je betere gameplays, win je makkelijker. Omdat je sterker staat als een team. En dat is natuurlijk iets wat we al langer weten dan vandaag. Persoonlijk vind ik de feature van in-game callouts echt een van de beste innovaties in Call of Duty Multiplayer, zoals ik al zei. Het heeft mij heel veel geholpen. Natuurlijk heeft het me waarschijnlijk ook een aantal keer om het leven gebracht. Omdat tegenstanders er ook gewoon gebruik van kunnen maken en het ook gewoon hebben. Ik gebruik bijna nooit incognito dus. En dat, dingen hebben altijd twee kanten. En dat hoort ook bij het leven. Dus ik zou zeggen, leer die callouts. De MLG variant, maar ook de in-game callouts. Speel veel, luister goed. En ik hoop dat jullie wat hebben aan deze tips. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.